Maar goed, we gaan wel even in de trampolinekooi en dan gaan we even kijken wat voor vette beelden we kunnen maken. Race, oh wow, I'm trapping on the way down. No power. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Deetje en ik hebben een pakketje, dit is dus Deetje, een pakketje binnengekregen. En daar zitten wat spulletjes in voor iets wat morgen, ja, morgen al gewoon. We hadden laatst gezegd toen we in de dierenwinkel waren. Oh. Wat doe je? Ik laat de rolletjes zakjes. Oh, dat is zo vervelend. Oh. Nou, in ieder geval, ik had dus in de dierenwinkel gezegd dat het nog 2 weken zou duren, maar ze mag eerder weg. En daar zijn we super blij mee. Dus morgen is de grote dag. Dus de voorbereidingen, die moeten gewoon eventjes gebeuren, want alles moet gewoon in orde zijn. Dus we hebben pakketjes net op tijd gekregen. En er zit dus een grote kattendoos, die ligt al om de hoek, ga ik straks laten zien. En we hebben hier allemaal korrels voor in de kattenbak. Wij hebben hier om de hoek een mooi plekje voor de kat. Dus deze korrels, die kunnen we allemaal... Dat hield het nog maar net, had ik het idee. Dat moet ik de volgende keer even wat rustiger neerleggen. We hebben dus hier alle houtkorrels voor in de kattenbak. En dan hebben we natuurlijk een poepschepje en we hebben een zakje. En we hebben hier een soort van kleine kattendoos. En hier kunnen we het katje, of nee, eigenlijk een poesje. Ik moet echt wennen, ik moet heet het poes. Ik moet echt poes gaan leren zeggen, want het is een meisje. Dus hier kunnen we de poes mooi naar de dierenarts brengen en dus morgen ophalen. En uiteindelijk heeft ze hier haar eigen huisje. Ja, eigenlijk is alles hier haar huis, maar ja, hier kan ze haar behoefte doen. Ja, het poephuis. Het poephuis. En nu laten we de deur nog open, zodat ze even kan wennen. Maar later lijkt het ons super vet dat als we deze deur dicht doen, en dat kan precies, dat we dan hier dit gaan uitzagen en dat ze dan... Via hier zo hop, zo naar binnen kan via een kattenluikje. Dan kan ze zo via het kattenluikje, kan ze zo hier erin. Ja, want katten willen graag privacy als ze roepen. En wij hebben nergens, omdat we zo'n recht huis hebben, nergens hoekjes of zo waar we dit neer kunnen zetten. Dus we gaan deze hele kast leeghalen, zodat niks gaat stinken. Want ja, poep en plas van een kat ruikt gewoon niet zo lekker. Maar het staat wel mooi afgesloten van de rest. Yep, dus dan heeft hier de poes haar eigen plekje. Het behoefteplekje. En dan kunnen we hier meteen alles mooi opbergen zoals je ziet. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel speeltjes voor de poes. En die hebben wij tot nu toe hierin liggen. Laserlampje en nog veel meer. Maar dat gaan we allemaal wel laten zien als het poesje morgen binnenkomt. We moeten toch iets anders verzinnen. Het gaat niet helemaal door. Want deze bak die we hebben gekregen, gewoon gloednieuw besteld op internet, is kapot. Deze twee plastic stukjes die lagen naast de doos. En ik dacht, hé, dit kan gewoon niet goed zijn. Dus ik zat heel even te kijken waar dat precies hoort. En ja hoor, precies hier aan de zijkant past dit stukje plastic. En ook dat andere stukje plastic past precies hier aan deze kant. Dus er zijn gewoon 2 stukjes plastic ervan afgebroken. En dat zorgt voor scherpe randen. En dat lijkt me niet zo goed voor een poes. Dus even bellen. En dan hopelijk krijgen we een nieuwe. Lijkt mij wel, want het is gewoon bezorgd. Gewoon kapot. Kapot bezorgd. En ik ga me eventjes omkleden, want ik heb mij vandaag veel en dan ook veel te warm gekleed. Het is zo verschrikkelijk benauwd, de zon die schijnt niet. Maar het is echt zo'n typische dag dat elke kleine beweging die je maakt is eigenlijk al te veel, want dan zweet je helemaal de pleuris. Dus ik ga even lekker een knolpowerhemdje aandoen. Tadaa! Nu nog even een kort broekje. Hoppa, even lekker een sportbroekje. Outfit van vandaag, ik vind het helemaal mooi. Jij ook lekker in een jurkje? Of een rokje, of wat is het nou? Dat is een jurk. Een jurk. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag buddies. Hebben jullie ook de kattenbak? Nou, ze hebben meerdere modellen, dus ik weet niet welke je zoekt. Een hele grote zwarte. Die heb ik helaas nu niet op voorraad namelijk. Maar werken die anderen hetzelfde met die houtkorrels? Want het is een beetje lullig, want wij hebben dus de grootste zwarte hebben we hier staan. Maar die hebben wij bezorgd gekregen en die is gewoon kapot. Dus die willen we terugsturen. Maar wij krijgen morgen de kitten. Dus we vroegen ons af, als jullie misschien meerdere modellen hebben die precies hetzelfde werken met die houtkorrels, dan halen we die nu even op. Ja, ik heb de EcoWest, dat is een slag kleiner, zeg maar, de standaard kattenbak. Die heb ik wel op voorraad. Oké, okay, ja, die willen we dan graag ophalen. Heb je die ook in kleur zwart? Die bestaat in zwart met anthraciet. Die heb ik op voorraad. En zo. Ik heb ook een grijs met anthraciet op voorraad. Oh, we komen wel even kijken. Nou, luxe hoor. We komen even kijken dan. Ja, is goed. Super, dankjewel. Oké, okay, dag. Doeg. Nou, dat was even mooi. Goed geregeld. Gaan we heen dan. Let's go.
Check even. We zijn bij de dierenwinkel. Hi. Nou, hallo. We hadden net gebeld voor de familie. Ja. Yay. Ik zie er al een paar. Welke vind je mooier? Deze prima, toch? Ja, vind je die mooier dan deze? Vind jij deze mooier? Nee, ik vind die mooier. Nou dan. Maar je weet het niet. Over enge knuffeltjes gesproken. Zo. Deze ziet er echt super eng uit. Vind jij niet, Dave? Ja, het is geen gezelligheid meer. Hallo. Dit vind ik nog steeds een hele leuke afdeling, omdat ik zelf ook een konijn heb gehad. En hier zie je yoghurtdropjes. Ik weet nog wel dat ik die altijd gaf aan mijn konijn. Super schattig. Wat de fuck is dit? Zo'n nektasje om je fret in te stoppen. Wat? Draagtas voor fretten. Oh mijn god. Hier hebben we een frisbee speciaal voor Bumper. Ik denk dat deze wel beter is. Want dit is gewoon speciaal voor een hond. Ja, dat is leuk. Ja, dus laten we deze meenemen, want deze gaat niet kapot. Bottle flip. Oh! Uiteindelijk vind ik deze ook wel veel beter. Want deze is gewoon wat kleiner. Hoppakee. En is ook gewoon wat beter. Want ik heb dus ook begrepen dat die andere, die grotere, die is eventueel ook bedoeld voor meerdere katten. Dit is gewoon een goed formaat. Kijk nou even wat ik tijdens de aardbeien snijden tegenkom. Huh? What the fuck is dit voor aardbei? Dit is een hele gekke aardbei. Als hij nog ietsjes langer was hier zo, dan was het een mooi hartje geweest. Maar nu, ik heb geen flauw idee wat dit is. Een misvormde aardbei. Bumper! Hey, daar ben je, jongen. Hallo. Ben je blij? Ben je blij? Hey. Doe maar. Oké, ze zijn elkaar aan het afvuren en oh shit. Oh shit. Oh shit. En dit is een beetje gevaarlijk, want moet ik eigenlijk zeggen dat het niet gevaarlijk is? Hartstikke veilig is, hè? Wat het dus zeg maar is dat Quinn die heeft ooit op deze manier op de trampoline gesprongen en is toen afgeveerd. Alleen toen moet ik wel zeggen, toen hadden we deze netten nog niet. En voordat ik Quinn kende, is Quinn zo een keer van de trampoline ernaast gevallen. En die heeft toen allemaal pinnen gehad in zijn schouder of zo, toch? Ja, je kan het ook nog mijn litteken hier zo zien. Echt super sick. Dus toen was het zo van, oké, we gaan elkaar afvuren. Dat was iets van 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. Maar dan gaan we niet te hard doen, oké? En toen gingen we afvuren en ja hoor, Quinn viel er weer vanaf. Dus ik ben blij eigenlijk dat hij nu zichzelf aan het afvuren is met van die zijwanden. Want dan is het in ieder geval nog enigszins veilig, zeg maar. Oh, de dubbele. Ja, deze gasten die doen ondertussen trucjes. Kijk, dit ook, die kan ik ook niet. Oké, let's go, Quinn. Poink, poink, poink. Oh! Nog niet landen, maar hij is er wel. Hij is er wel. Nou, ik doe het je niet na. Oh, het is wel minder vet met filmen zo nu zo net, maar goed. Ja, als je wil kan je... Ik heb wide angle lens, dan kan ik naar je toe sturen. Dan kan ik van meer... Oh, met deze camera? Ja. Oh, die ziet er wel sick uit. Of je SD-kaart erin. Een wide angle lens. Ja, hier, wacht. Doe jouw SD-kaart er eens in. Wow! Dit is echt super wijd, hé. Holy shit. Niet normaal. Je moet je eens nagaan dat ik hier altijd mee vlog. Ik heb dit bijna elke dag nu bij me. Holy shit, dit ziet er wel sick uit. Wel heel even wennen. En ik denk ook qua geluid. Heb je de microfoon wel aanstaan? Als goed wel, ja. Oh, ik wou net zeggen. Ik vergeet het echt zo vaak. Ja, dat snap ik. Hier boven op die camera zit zo'n supergrote microfoon. En die moet je ook aanklikken. Dus soms vergeten mensen dat. Dus vandaar dat ik het even vroeg met zo'n camera. Maar goed, we gaan wel even in de trampolinekooi. En dan gaan we even kijken wat voor vette beelden we kunnen maken. Race, oh wow. I'm trapping on the way down. I'm grinding on like a holy rail. And now hit the slows and go ham. Oh no, I cannot take this slow. I'm grinding on like a holy rail and now this slow so go pro. Yeah, race, oh wow, I'm trapping on the way down. I'm grinding on like a holy rail and now hit the slows and go ham. Yeah, break, oh no, I cannot take this slow. I'm grinding on like the holy rail and now hit the slows and go pro. Yeah.
please don't take that powder, you don't got no reason. Moving on top of mountains, homie got trapped, no breathing. Boo-boo in my cabin, she done met the challenge. Way back in my village. Jij hebt je backflip wel onder controle. Probeer je armen mee omhoog te nemen in plaats van... Hoe bedoel je? Nou je kijk, je? Jij gooit je backflip in en je doet dit. Swipen. Ja, ik doe naar achteren zo. Ja, hier, maar kijk, wacht, huisvast. Kijk, als ik een backflip doe, ik breng mijn armen mee de lucht in. Dan kom je veel hoger. Oh. Want jij hebt nu dat je dit doet. Ja, klopt. En dan duw je zelf eigenlijk de trampoline in. Oh ja, dit is wel een verschil, ja. Maar dan moet ik iets met mijn handen zo. Nee, kijk. Ja, dat is wel ja, en nu echt, je probeert ze vanaf hier. Je bent veel te streng. Omhoog. Hun zeggen het is al beter, jij zegt nee, 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 nee. Maar het is niet goed. Oh, shit. Oké. Zoiets toch? Wacht, nee, je vet, wel. Kan jij hem eens vasthouden? Durf je? Nee, nou, probeer hem eens uit stand. Ja. Uit stand dat je echt doet. Dat ja. Niet ga ik een backflip. Oké, okay, ja. Hij kan nu ondersteun ik hem een keer. Ja. En dan doe je hem gewoon. En dan kan je voelen hoe het is als je arm mee omhoog beweegt. Maar wat, een backflip? Ja. Oké. Okay. Ik ga nu weer dit doen. Ik ga vliegen! Hoe moet ik dat doen dan? Je armen gooien. Gewoon zo. Ja. Kijk, je zakt door je benen, doe je arm eigenlijk naar achter, dan ga je omhoog. Dan zo. En dan nemen ze mee. Oké, ga ik het proberen. Ja, beter. Die was goed, die was goed. Dat is echt heel goed. Oké, leuk zoveel compliment, dankjewel. Durf je hem zelf? Jawel. Het was echt zo, nee, mag niet omhoog. Uitstand ook hoor. Nee, je vergeet je armen nu weer, man. Meer springen nog. Nee, niet springen, maar kijk, wacht. Je moet meer, als je gooit zich met je armen nu wel, maar je stopt een beetje, dus... Echt goed mee omhoog. Ja, echt zo hoog. Ja, dat kan je ook. Kom maar. Dat is mijn eerste trippel op een guard. Al iets beter. Probeer ze echt tot... Naast je oren moeten ze komen. Naast je oren. Je springt maar half. Je moet echt helemaal uitstrekken bij je sprong. Je zit zo. Doe jij eens? Ik kan het niet beter. Je moet echt, ik weet het. Jawel, jij hebt nu laten we even zien dat lengte geen verschil maakt. Boas gaat een triple doen. Geen idee hoe dat precies heet, maar... 2, kaboel. 1. Oh, man. Dat was een gefaalde triple. Ik heb dat nog nooit gedaan. En omdat je vanuit je benen moet twisten, is dat echt heel lastig. Want zeg maar, gewoon triple voel kan ik makkelijk. Ja, ik vind 1 al lastig, dus... Kijk, als ik hem zo doe... Hoe heet dit? Kaboom of zo? Ja, kaboom. Zo! En dat was hetzelfde eigenlijk, alleen dan... En welke deed jij nou, Quinn? Nou, die jij net deed. Dubbel, maar ik kon nu anderhalf. Kijk, Quinn die doet dus de anderhalf, maar die wil dus naar de dubbel toe. Holy shit. Je moet even dit, je hoek dit af, waardoor je minder snel gaat draaien. Als je dit helemaal recht... Ja, je moet gewoon alles helemaal zo aanspannen. Nog een draai dan. Net zoals Daan op de achtergrond, gewoon aanspannen. Flex beetje. Alleen maar vuur. Ah, kut, ik had door moeten trekken. Maar je moet dus niet met je hoofd die kant, maar die kant. Ja, dan heb je twee draaien. Ja. Nu heb ik anderhalf. Ik ben wel blij, want ik kon een week geleden nog niet eens eentje. Dus. Nee, daarom. Jij bent echt super snel gegroeid met trampolinespringen. Ja, als jij trippelt, doe ik nog een keer voelen in, oké? Ik weet het niet. Ik was niet voelen. Normaal was je echt wel. Wat gaat er gebeuren? We zijn aan het sparren. Ik wil frontflip doen en ik wil full in doen. En wat is full in? Wat ik je net liet zien. Dus zeg maar, je doet een backflip, hele draai en dan nog een backflip erachteraan. Oké, en jij wilt 3 dubbele salto? 3 voorover. Die heb je nog nooit gedaan? Jawel, maar niet hier. Oh, niet hier. Sick, jongen. 3, 2, 1. Kiep. Ja! Oh! Nice. 3 keer. Ja, dat is zo easy. Nee, lekker. Dat deed je ook af en toe een bankje van een bankje. 1, 2, 3. Ja, Noor. 4. Nee, dit is 4. Had ik het 4? Ja. Je kan sowieso wel nog... Bumper, kom. Ik heb een cadeautje voor je. Zullen we die even uit de auto halen? Aangezien jij dat zo leuk vindt en jij even moet oefenen met vangen, want daar ben je nog niet zo'n held in, gaan we even deze uittesten. Oké, even kijken. Hier hebben we hem. Deze is speciaal voor Bump. Pak hem maar. Goed zo. Oh, daar is hij blij mee. Hij loopt meteen naar binnen. Weet je wat het mooie is aan deze frisbee? Deze heeft een punt hier zo. Dat als je die omdraait,
Dan kan een hond kan hem gewoon pakken, want die komt hier onderop. Weet je wel, die kan daar gewoon komen. Echt geniaal. Blijf eens zitten, Pup. Sst, blijf zitten. En pak hem. Hij kwam vol tegen zijn neus. En pak hem. Dit is ook echt gewoon prachtig weer voor even omhoog met de luchtballon. Ik weet nog wel dat ik daarin zat. Zo gaaf, hè. Maar ook best wel eng, hoor. In zo'n klein mandje. Niet van Tichelaar. Ik heb echt koppijn als een malle. Dus ik werk even 2 aspirintjes naar binnen. Dan gaan we even lekker op kouwen. Hoppa. 3 seconden regel. Lekker die aspirintjes. Ik heb namelijk begrepen dat als je aspirintjes kapot maakt, dat ze dan sneller oplossen. En dat ze dan sneller werken. Dus daarom bijt ik ze altijd even. Heel veel kunnen die niet tegen, want die vinden aspirintjes te vies smaken. Maar op zich valt het nog wel mee. Oké. Sorry daarvoor. Het is niet het allerlekkerste wat er is. Maar als het werkt. Zo, ik zit hier in mijn knol en ik heb het raam open, want het is echt super warm. Maar ik kan gewoon niet verder met deze video. Omdat ik de hele tijd... allemaal vliegjes. En ik ben serieus 3 keer gestoken en ik heb het gewoon met mijn eigen ogen gezien. Ik keek zo en heb shit. En ik wil slaan en ze vliegen net weg en ik heb jeuk. Echt ontzettend irritant. Dus ik wil heel graag, en ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou doen, maar ik wil heel graag die spray, zelfs heel graag ook nog. Dus moet je nagaan hoe irritant ik het vind dat die muggen de hele tijd hier bij mijn oren vliegen en me willen steken. En dus al hebben gedaan. Ga ik heel eventjes, Deen niet bellen, want die is nu in de kroeg. Dat is niet zo handig. Maar ik ga Dee even een appje sturen en vraag ze waar ze die spray heeft liggen om vliegen weg te houden. Want anders dan gaat het echt niet goed komen. Vooral op zo'n dag als vandaag, dan gaat het gewoon echt niet goed met het benauwde weer en die muggen. Ik ben echt niet zo'n snelle WhatsApper. Ik zie Dee soms op de telefoon. Echt niet normaal. Ik denk holy moly. Zo snel typ ik nog maar net op de computer. Zie je, zit ik hier ook alweer te krabben. Ook alweer op mijn duim, verdomme. Oh, Dee stuurt meteen een berichtje terug. Ah, liefje, zegt ze. Ja, ik ben echt vet zielig. Nachtkastje? Nee, heb ik al gekeken. Azeron ligt daar wel sowieso. Oh ja, Azeron, dat moet je op die bultjes smeren. Maar ja, daar hou ik die muggen niet van weg. In de kast van D. Oké, let's go. In de kast van D. Eventjes loopmuziek. Dit ga ik niet leuk vinden. Het is droge spray. Het ruikt echt ontzettend zoet. Jezus. Nou, ik denk dat dit serieus wel genoeg is, hoor. 2 sprayen, vast meer dan genoeg. Wat staat er bij de gebruiksaanwijzing? Beschermt de huid gedurende 4 tot 6 uur tegen muggen en andere parasieten. Zoals steekvliegen, vlooien, mijten, tekens en bloedzuigers. Nou, dat is ook nog fijn. Stel voor, er komt de bloedzuiger via de raam naar binnen. Dan ben ik daar ook tegen beschermd. Goed schudden, bla bla bla. Niet met een aansteker voor de dinges en dan vlammen. Bla 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 bla. Allemaal standaard dingen. Hey, dit kan gezelliger trouwens. Even al deze dingen aanzetten. 1, 2. Hoppakee. Het ziet er veel cooler uit. Oh, zie je hem vliegen? Zie je hem vliegen? Hé, zag je dat? Hij ging naar mijn gezicht toe. Ik ga niet spuiten op mijn gezicht. Nee, ik wil niet Nee, ik wil niet die shit spuiten op mijn gezicht. Nee. Nou, dan gaan mijn benen ook nog even. Nou, als dit niet genoeg is, weet ik het ook niet meer, hoor. Zo ziet mijn avond dus eruit. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn... Er vliegt serieus een mug voor mijn camera langs. Ha! Die, motherfucker. Die. Hopelijk zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! A few moments later. Oh shit, ik moet de was nog doen. Loopmuziek.
andere kant. Oké, dat was hem. Doei!